Nou, wat natuurlijk heel leuk is, is dat wij elkaar hier weer tegenkwamen. We hebben alle vier tegelijk bij de rechtenfaculteit gewerkt en nu werken we alle vier tegelijk als raadsheer bij het Hof. Wat ik boeiend vind aan het werk in de rechtspraak. Ik vind mijn huidige functie heel boeiend en geweldig eigenlijk. Het meest boeiende aan mijn huidige functie is dat ik iedere dag juridische puzzels mag oplossen. Ik vind het leukste dat wij midden in de maatschappij bezig zijn met op dit moment uithuisplaatsingen onder toezichtstellingen van kinderen. En in het kader van de toeslagenaffaire is dat natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik maak wel eens een grapje met mijn collega's en dan zeg ik, nou, mijn zaak staat nooit in de assen. Daar staan talloze voorbeelden in, maar nooit een voorbeeld dat past bij mijn zaak. Dat je de theoretische kennis goed in de praktijk kunt brengen. Dus die koppeling van theorie en praktijk. En dat geen enkele dag hetzelfde is. Iedere dag is anders. Iedere dag weer andere zaken te beslissen. En wij hebben ontzettend leuke collega's. Die hebben jullie nou allemaal gezien. Wij vullen elkaar aan en het maakt zoveel verschil dat je goed kan sparren met elkaar, dat je elkaar kan aanvullen, dat je elkaar kan steunen. Kinderen zijn überhaupt in de procedure heel erg belangrijk en dat vind ik heel bijzonder aan mijn werk. En wat ik ook heel erg mooi vind is dat wij de mogelijkheid krijgen om mensen die al heel lang een geschil met elkaar hebben toch tot een minderlijke regeling te bewegen. Soms zoals laatst nog na 25 jaar echtscheiding. En ik vind ook de hele problematiek van de echtscheiding, die natuurlijk echt niet alleen maar zo juridisch is, maar waar heel veel andere psychologische aspecten een rol spelen, vind ik heel erg boeiend. Je werkt echt met mensen en kinderen. Ik kijk met veel plezier terug op de studietijd. Als een hele leuke tijd. Ik kijk terug op een hele leuke studietijd. Er was natuurlijk nog een prachtige introductie waardoor je heel veel mensen leerde kennen. Eigenlijk moet je de vraag naar mijn studententijd niet aan mij stellen, want ik heb natuurlijk mijn studententijd in Groningen en in Leiden doorgebracht. En eerlijk gezegd kon ik me niet voorstellen dat het leuk zou zijn om in Nijmegen te studeren. Maar sinds ik aan de faculteit werk, heb ik daar wel een heel ander beeld van gekregen. Ik weet nog wel dat het begin toch wel wennen was. Het vak algemene inleiding dat ik in 85 heb gedaan. Een slagingspercentage van 10%. Dus veel mensen haalden dat niet. Ik vond de docenten heel erg benaderbaar. In het begin keek je natuurlijk wel erg op tegen de hoogleraren. Maar die mengde zich heel makkelijk in het collegezalencomplex in die kantine die erbij zat. Die kwamen gewoon een praatje maken. Dus dat vond ik wel heel, heel erg leuk. Dat kwam natuurlijk ook omdat ik lid was van een studentenvereniging, Carolus Magnus. Ik zat ook bij een meisjesdispuut, dispuut Diana. En dan heb je eigenlijk al vanzelf heel veel feestjes, sporttoernooien, heel veel vrienden, bekenden, activiteiten, flirttijd. Dingen die allemaal moeten, hè, die allemaal heel belangrijk zijn. Maar waar je ook heel veel vrienden en vriendinnen hebt opgedaan. Maar overal heb ik een hele leuke studententijd gehad met mijn jaarclub. En ik heb meer genoten, eerlijk gezegd, van de dingen buiten mijn studie dan van de studie zelf. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan de Nijmeegse rechtenfaculteit, maar uit mijn studietijd. En ik moet daar nog heel vaak aan denken, omdat ik in de rechtspraak terecht ben gekomen. Dat was mijn Rota Carolina bij professor Van der Grinten, die dan als rechter optrad. En wij waren natuurlijk heel erg aan het zwoegen op ons pleidooi over een vreselijk moeilijk vermogensrechtelijk onderwerp. En professor Van der Grinten zat zo en iedereen dacht, hij luistert niet, hij valt in slaap. Dus er was weinig wisselwerking. Dus ik dacht van, hoort hij mij wel? Herkent hij mijn argument? En op een gegeven moment, hij was de dag daarvoor gevallen op de tennisbaan. Dus hij zag er wat gehavend uit. En hij pakt een grote, geruite, opgefrommelde zakdoek uit zijn broekzak. Klopt die uit? En hij zei, meisjes, ik zie er niet zo knap uit. Maar verder gaat alles goed. En vervolgens ging hij verder zitten. Gaf geen reactie, gaf geen blijk of je pleidooi goed hield of niet. Dus dat was allemaal heel spannend. En dan kwam er daarna een vonnis uit, zo in één keer. En precies op alle punten waar het over ging. Het is heel indrukwekkend geweest. Een hele slimme man.
En dan moet ik nog wel eens aan denken als ik in de zaal zit. Ja, dat heb ik toch wel de eerste keer zo een beetje bij hem gezien hoe dat eigenlijk echt zou moeten. Ik heb heel veel bijzondere en dierbare herinneringen aan Tijn Kortman, die helaas veel te vroeg overleden is. Ja, mooie herinneringen uit die tijd. Ik denk toch vooral de vele leerzame colleges. Maar in het bijzonder ook het college van Tijn Kortman, vlak voor Sinterklaas. Zijn Sinterklaascollege, waarin hij dus ruim een uur lang geheel op rijm van alles en iedereen op de hak nam, ook de actualiteit en de politiek. En dat heeft hij zo ontzettend knap gedaan. Ik denk dat iedereen dat ook heel erg knap vond. Dat kwam hem ook op een staande ovatie te staan. Sowieso was hij wars van status en dikdoenerij. Hij kon ook inhoudelijk, juridisch, vlijmscherpe stukken schrijven. En dan had hij daar ook wel veel plezier in om eens even goed scherp iets aan de kaak te stellen. En daar hebben we allemaal heel veel van genoten en heel veel van geleerd. Dus ik denk daar heel vaak aan hem terug. Ja, na mijn studie die afgelopen was in augustus 1991... ben ik door professor Maier gevraagd om een promotieonderzoek te doen bij het Van der Heijden Instituut. Toen gingen wij vanuit het Westen verhuizen naar Nijmegen. En toen heb ik een baan gekregen op de faculteit in Nijmegen. Ik ben in januari 92 afgestudeerd en ik ben meteen op 1 maart 92 gaan werken bij de faculteit. Bij de sectie gezondheidsrecht. Ik werd op een gegeven moment studentassistent bij staats- en bestuursrecht. En hoewel ik privaatrechtelijk was afgestudeerd, ja, vond ik het toch wel heel interessant toen er een vacature kwam voor wetenschapmedewerker bij Duinstee. Om te solliciteren op zo'n plek bij staatsrecht. Ik heb gedoseerd burgerlijk procesrecht. Dat was dus bij Jan Leijten, vervolgens bij Daan Asser en uiteindelijk bij Carla Klaassen. Eigenlijk het saaiste vak volgens mij voor studenten. Dus het was echt een hele uitdaging om studenten bezig te houden en een beetje te enthousiasmeren. Vaak lukte dat ook helemaal niet, maar ik vond het zelf heel leuk. En mij werd ook gevraagd om werkgroepen te geven. Dus ik zei tegen de professor, want we moesten zeggen professor Maier. En pas als je gepromoveerd was, werd het chef. Dus pas heel veel jaar later mocht ik chef zeggen. Toen zei ik, ja, maar professor, hoe moet dat nou met dat geven van werkgroepen? Toen zei ik, ach ja, je hebt 4 jaar lang werkgroepen gevolgd. Jij weet wel hoe dat moet. En ik kreeg eerlijk gezegd van diverse kanten ook wel de tip van, ja, als je bij Duinstee gaat promoveren, die man is zo actief in de politiek en in Den Haag. En die is hier heel weinig, want Duinstee liet toch wel heel vaak ook verstek gaan, ook bij zijn colleges. Zou je misschien beter aan doen om een andere hoogleraar te zoeken? Ja, toen ben ik bij Van de Grinten terechtgekomen en met het onderwerp contracten met de overheid. En dat is het toen geworden. Ik had een combinatie aanstelling van junior onderzoeker, junior docent. Dus ik gaf toen les aan doctoraal 2 studenten, zoals dat toen nog heette, in het vak gezondheidsrecht. Dat was een keuzevak. Iedere vrijdag middag door een heel stil faculteitsgebouw op weg naar een zaaltje om daar les te geven. En ik ben door Jan Leijten, die zei, Eugenie, procesrecht moet je eigenlijk doen. Dus ga eens bij de rechtbank Den Bosch kijken en ga eens kijken of je daar kunt werken. En daar ben ik griffier geworden en uiteindelijk ben ik in het rechtersvak doorgegaan. Ik wilde niet in de advocatuur, notariaat kon niet, want ik had geen notarieel recht gedaan. En ik had wel steeds gedacht van ik wil ooit rechter worden, maar ik vind mijzelf te jong om dat meteen na de collegebanken te gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de rechterlijke macht voor het oude Rio-traject. Toen kon ik hier aan de slag in opleiding. Dat was een opleiding die toen nog een jaar duurde, dus dat was een korte opleiding. En dat beviel van beide kanten erg goed. En sinds 2011 dus raadsheer in het Hof. Eerst bij handel, dat zijn de algemeen vermogensrechtelijke zaken. En nu bij team familie en jeugdrecht, waar ik samen met Patricia en Hanneke Akkermans en Eugenie de huwelijksvermogensrechtelijke zaken doe. Volgens mij ben ik nog van de generatie dat werken
en moeder zijn best wel een enorm discussiepunt was. Daar konden we heel goed met onze eigen vrouwelijke collega's over praten. En ik herinner me dat we dat met name in de lunchtijden deden in de kantine van de faculteit. En vooral met Willien Hammerstein en met Loeke Hermans. En dan bespraken we de problemen van de werkende moeder. En op een keer biechtte Loek op dat zij nu al 3 keer per week frieten had gegeten met de kinderen. Want dat ging veel sneller dan uitgebreid koken. En we hebben ons iedere keer weer, nou ja, doodgelachen. Nee, dat is niet waar. Maar we hebben ontzettend gelachen. En volgens mij hebben we echt belachelijk hard gelachen in die kantine. Want ik kan me ook nog herinneren dat de mensen naar ons keken. Maar het waren ontzettende leuke momenten. En volgens mij hebben we er alle 3 heel veel van geleerd. Hoe het werken te combineren was met het opvoeden van kinderen. Ik praat even niet over onze echtgenoten.